Zo'n 2000 nieuwe fietsparkeerplekken komen er hier onder de grond bij het Leidseplein. Ze zijn broodnodig volgens de gemeente, want met dit soort taferelen willen ze voorgoed afrekenen. Nou, we staan hier voor de hoofdentree van de fietsenstalling. Hier ga je als fietser naar beneden. Aan de linkerkant zien jullie een gebogen wand. Daar komt een natuursteen aan te hangen. En aan de rechterkant zie je een hoekige entree. En daar komt de kartelrand, het metselwerk van eigenlijk wat er aan de andere kant van brug 198 ook is. De stalling ligt op 5 meter diepte en is ruim 3 meter hoog en bestaat uit 1 ondergrondse verdieping, zodat fietsers zo kort mogelijk onder de grond blijven en je snel je fiets kunt wegzetten en ophalen. Voor brommers en snorscooters worden bovengrondsplekken gemaakt. Jullie zien daar de toekomstige hoofdentree van de fietsenstalling, waar je dus met je fiets binnenkomt. Hier komen allerlei paden met tweelaagse fietsrekken. En je kan dan aan die kant worden uitgeleid richting het Leidseplein, waar je eigenlijk gelijk in het uitgaansgebied begeeft. De bouw van de fietsenstalling is technisch een uitdaging. De plek, te midden van veel historische gebouwen, is kwetsbaar. Omdat de grond drassig is, moesten er 500 palen de grond in. Ze werden niet geslagen, maar geboord om schade aan de omliggende panden te voorkomen. Hoe hebben jullie het aangepakt? De palen die zijn geboord om ervoor te zorgen dat de gevels niet worden beschadigd. Dus dat er geen trillingen zijn. Vervolgens is het dak aangebracht en daarna is het pas ontgraven. En door deze methodiek te kiezen, hebben we ook gelijk een stuk maaiveld eerder terug kunnen geven aan de omgeving. Waardoor de terrassen eerder in exploitatie konden. De stalling onder het kleine Gartmanplantsoen is onderdeel van een grote renovatie van het Leidseplein. Begin volgend jaar gaat de fietsenstalling Leidseplein open.